Maandag 22 september was voor Dress voor Succes een heugelijke dag. Zij kregen van Shell Pernis een cheque. Theo Mon legt uit wat Dress doet en wat deze cheque voor hem betekent. Dress voor Succes kleedt mensen die dus moeten gaan solliciteren, die uit een situatie komen, een uitkeringssituatie, sociale dienst, noem maar op, die dus moeten gaan solliciteren, maar die niet de gepaste kleding hebben thuis in de kast. En hier in de winkel hebben we dus op dat moment dat die mensen binnenkomen, de gepaste kleding voor het sollicitatiegesprek wat ze gaan doen. Het is een bepaald project. Vanuit de sociale dienst en vanuit reïntegratiekantoren worden dus mensen hier naartoe gestuurd. Er zijn wel eens uitzonderingen, maar ja, goed, dat controleren we wel duidelijk om te zeggen van ja, is het wel de doelgroep of niet. Vrijwilligers gaan we dus doen, verplichte vrijwilligers, maar ook Wajong en Wion, die mensen moeten ook gaan werken. Dus ja, al die mensen, dus die doelgroep wordt steeds groter en groter en groter, willen we dus ondersteunen. 6.000 euro uitgereikt aan de Rest voor Succes. Van harte gefeliciteerd. Nou, heel veel dank. Nou, dit betekent eigenlijk dat het een aanvulling is op datgene waar we tekort gekomen zijn. We kunnen dus nu door tot eind 2015 wat betreft de financiële situatie. We zijn in gelukkige omstandigheden dat dus de Leeuw van Putten, dat is de woningcorporatie hier, en waarvan het pand dus is, gesteld heb op 0 huurpenningen. Tot eind 2015. En daarnaast is er dus nog een SCAM-fonds, een fonds die dus ook door heel Nederland goede doelen steunt, die ons dus ook financiële ondersteuning geeft. Dus met de 6.000 euro van de Shell en die andere twee, ja, dan kunnen we gelukkig helemaal zonder zorgen kunnen, dus tot 2015 kunnen we dus door. Tenminste, eind 2015. Ja, en dan zien we wel verder hoe het moet. Maar ja, dan zijn er natuurlijk een heleboel andere sponsors welkom om dat te kunnen realiseren.